In het Gelderse Wijchen. Afgelopen nacht zijn daar in de wijk Hoogmeer maar liefst 9 auto's in vlammen opgegaan. Allemaal zijn ze in brand gestoken. De bewoners rusten niet voordat de dader of daders zijn opgepakt. De ene na de andere getroffen auto wordt vanmiddag weggesleept. Tussen 2 uur en 3:30 vannacht heeft de pyromaan in een straal van nog geen 600 meter 9 auto's in brand gestoken. Sommige buurtbewoners werden er wakker van. Om 4:00 hoorde ik echt een woep en een knal, zeg maar. Dus ik doe het badkamerraam open en ik zie hier metershoog vlammen. Alika Mohammed werd door zijn buurvrouw uit bed gebeld. Haar auto, die in lichte laaien stond, was pal naast de zijne geparkeerd. Toen probeerde ik mijn auto weg te halen, maar de vlammen waren zo sterk. Nou, dat heb ik niet gedaan en ik heb heel wat ingeademd. Dus op dat moment voelde ik niet lekker. Toen ben ik op de stoep gaan staan en gewoon kijken. Dat was geen fijn gezicht natuurlijk. Nee. Op dat moment, als je mij zou snijden, er zou niks komen. Dat vind ik heel erg. Ja, het heeft natuurlijk een enorme impact op de wijk. En wij als politie pakken de zaak ook bijzonder hoog op. En we doen er op dit moment alles aan om de daders te achterhalen. Hebben jullie al enig idee? Nee, we zijn al de hele dag bezig met een buurtonderzoek. Mensen die we niet thuis treffen, die krijgen een brief in de bus. En zo hopen we toch aan informatie te komen. Want er zijn wel sporen, maar of die rechtstreeks naar een dader leiden, dat is natuurlijk zeer de vraag. De politie hoopt dat getuigen zich zo snel mogelijk zullen melden. In de buurt zijn ze pas gerust als de dader of daders zijn gepakt. Ik vind het niet prettig, nee. Het kan zomaar overslaan naar een huis, hè. Verdriet en boosheid op een kinderboerderij in Breda. Daar klom midden in de nacht